Deze video duurt precies 30 minuten, omdat ik elke dag in juni precies 1 minuut content ga maken. En eigenlijk houden daar de regels wel een beetje op. Voor de rest mag ik zelf invullen hoe ik het wil, als ik maar precies 1 minuut content maak. En dat kan dus een praatje zijn van 1 minuut van wat ik die dag beleefd heb. Of een geweldige cinematografische samenvatting die in de bioscoop uitgezonden gaat worden van precies 1 minuut. Het wordt dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, een soort maandvlog. Ja, ik heb het zelf verzonnen, dus dat wordt het inderdaad. Ik upload niet zo heel veel op dit kanaal, moet ik zeggen. Maar het is dan ook wel weer zo dat als ik upload, ik het mezelf ook niet per se heel makkelijk maken. Op dit moment heb ik een vrij niet zo bijzondere dag. Ik loop nu lekker buiten, want ik vind buitenlopen echt heerlijk, want ik ben oud. En nee mensen, je eentje lopen is niet triest, want Harry Styles doet het ook wel eens. Would you like to take a picture? No, I'm too down. Harry, als je kijkt, ik zou je echt willen aanraden om in Ameide even te komen lopen. Daar kun je 104 jaar rondjes lopen en niemand die je lastig gaat vallen. Nou goed, op sommige dagen ga ik dus, zoals in het normale leven van een mens, vrij weinig beleven. En op andere dagen gaan er hele leuke dingen gebeuren. Zoals morgen, want dan gaan we tapen voor een nieuw bankzittersnummer. Mensen, we gaan weer tapen! Mensen, waar we naar zoeken bij dit nummer, is meer hype. En het liefste dat het een beetje eigenlijk een soort je blik richting mij is. Ja, ga je mij nog doorfilmen? Ik krijg allemaal meldingen, ik moet even een maandje zetten hoor. Ik moet even zo, wil ik even offline beschik. Ik heb een grote pik van 5 naar 4 naar 3G het bereik hier is te zwak. Iets meer hype hebben bij het inzingen. Super, dankjewel voor je input. We gaan eerst iets anders proberen. Life is life, maar voor jou ben ik offline. Waarom kijken naar een... Het mooiste meisje van de business class. Bij het borden was er oogcontact. Even iets meer, even voelen. Okay. Bij het borden was er oogcontact. Bruh. Yo! Oh. Gelukkig vind je het zelf leuk. Griep. Offline beschikbaar. Ik heb mijn telefoon op stilstaan. Mensen, ik ben ervan overtuigd. Ik heb een visioen. Nobelprijs van de vrede. Ik ben op dit moment dus iets aan het doen wat ik echt helemaal niet leuk vind om te doen. Maar als je het aan het doen bent, dan weet je dat je wel iets leuks gaat doen. Dit is een soort raadsel geworden waarvan jullie nu moeten raden wat het is. Het inpakken van mijn koffer, want ik ga op vakantie. En ik heb er oprecht echt fucking veel zin. Ik ben namelijk al 2 jaar niet op vakantie geweest. De laatste keer dat ik op vakantie ging, toen woonde ik nog in Roon. Op een of andere manier dacht ik altijd van, ah, het is nu even druk. Ik ga later wel een keer op vakantie. En dan, als je dat dan doet, dan komt het er nooit van. Maar nu wel, en nu ga ik met mijn familie, niet de complete familie. Ik heb namelijk meer dan 50 neefjes en nichtjes, dat is trouwens echt waar. Maar met 2 van de 3 broertjes en mijn pa gaan we een soort van rondtrip maken in het oosten van Amerika. New York gaan we onder andere heen. Daar vliegen we als eerste bestemming heen. En op het einde, op het laatste weekend, zitten we zelfs nog even in Canada. Waar we de Grand Prix gaan bekijken. Echt heel veel zin in! Ik ben er echt even aan toe op vakantie. Ben ik nu een influencer die praat, die vindt dat hij hard werkt? Vanaf dat ik in de ochtend opsta. Ik ben een soort van influencer, maar ik leef helemaal niet het influencerleven. Daar ga jullie waarschijnlijk nog wel achterkomen, deze vlog. Of niet? Want ik ga namelijk 2 weken op vakantie! Inmiddels is het echt bijna zover en ga ik morgen op vakantie. En als ik op vakantie ga, neem ik natuurlijk al 1 ding zeker mee. En dat is... Smeer je in. Smeer je nou toch in, mensen. Dit is de Nivea Sun Protect and Hydrate Ultra. Ik ben natuurlijk ambassadeur van Nivea en ze kennen me inderdaad blijkbaar echt goed, want ze hebben me echt factor 50 plus opgestuurd. Dat gaat waarschijnlijk wel nodig zijn. Waarschijnlijk ben ik op dit moment nu gewoon aan het verbranden, omdat ik bij het raam zit en dat zit ik niet heel vaak. Meestal doe ik de gordijnen dicht. Maar hij is echt top, want hij biedt 48 uur lang hydratatie en is water- en gutsbestendig. Dus als je heel erg gaat gutsen, dan blijf je beschermd tegen de zon. En dat kan voor sommige kennissen van mij nogal handig zijn. Smeer in. Dit is echt een topproduct, hij gaat zeker mee. In mijn koffer. En iets wat ik ook nog zeker mee ga nemen is niet mijn scheerapparaat. Want ik heb namelijk besloten mijn snor niet te scheren totdat ik weer terug ben. Dat gaat ook nog een avontuur op zich worden. Ja, de vorige keer dat ik dus mijn snor 2 weken liet staan, was dit het eindresultaat. Maar ik hoop nu, nu ik bijna 30 ben, dat er toch wel iets meer kan ontstaan in 14 dagen. Die snor. Dus, ik neem jullie mee. Want zo loop je 1 dag hier gewoon in je huiskamertje naar Meiden. En 1 dag later loop je ineens in nieuw. Dat zijn nog eens mooie beelden, hè? Niet schieten! Doe maar, ik zeg nog niet schieten! Dat geeft me toch wel een veilig gevoel. Mensen, als jullie dit gebouw herkennen, dan zijn jullie echt strijders. Ja, ik had zelf ook geen flauw idee, maar we liepen hier toevallig langs en mijn broertjes wisten meteen wat het was. Die ene heeft een John Wick skin! Niet meteen kijken, maar volgens mij is het weg, hoor. Milo de regen. Laat je penis zien. Ja, sorry voor deze hele dag aan compleet onsamenhangende beelden. Nee. Wait. We hadden echt een enorme jetlag. Hier is de belichting heel slecht, heel binnen. Hij staat nu aan. Ja, hij is heel slecht, die belichting. Hij is goed aan. Even de vlog van Viva Los Rio.
Vandaag besloten we de gratis pont te pakken van Manhattan naar Staten Island, omdat je vanaf de pont heel veel mooie dingen kan zien, waaronder het vrijheidsbeeld. Maar het viel in het echt toch een beetje tegen. Met behulp van mijn iPhone heb ik dat ding uiteindelijk toch nog soort van weten te zien. Mensen, dit is echt bizar raar weer. Het ziet er nog grijs uit op beeld, maar het is echt zo van geel of zo. Wat is dit voor grimmig apocalypse, jongen? En nog meer slecht nieuws, mensen. Er komt net een bericht door dat er hevige bosbranden zijn in Canada. En dat na de Imola Grand Prix ook die van Canada dus in gevaar is. Dat die misschien niet doorgaat. Dat zou bizar kut zijn. Wat trouwens niet gratis is, zijn tickets naar de top van het World Trade Center. Die kosten $70 pp en dat hadden we vooraf al betaald. Als je hier nog nooit geweest bent, sowieso een aanrader, ga er een keer naartoe. En toen viel ook eindelijk het kwartje. Mensen, als dit komt, door die bosbrand in Canada, ze hebben echt ze dubbel genaaid straks. Bizar slechte luchtkwaliteit in New York door de al eerder toevallig genoemde bosbranden in Canada. Jeez. Hoe verzin je dit? Ben je één keer in New York en dan maak je dit mee. Vandaag is de dag dat we echt een beetje gaan rondreizen. Daarom hebben we ook een auto gehuurd om langs allerlei steden te gaan rijden. In New York hadden we natuurlijk die auto nog niet echt nodig. Want ja, dat is zo'n ongelofelijke chaos. En ik had, laten we zeggen, voor mijn rekening genomen dat ik de huurauto zou fixen. En op een of andere manier kwam ik erop uit dat ik een huurauto gehuurd had bij Thrifty. En Thrifty staat niet zo goed bekend op het internet. Zo zijn de auto's echt tandtoesmerig, doen ze het niet. Of moet je 2,5 uur wachten als je aankomt bij dat hokje. Wij moesten gelukkig niet 2,5 uur wachten, maar 2 uur. Ik kwam er ook binnen en na 25 minuten werd deze eerste persoon pas soort van doorgeschoven. En op dat moment gingen er al van die oude oma's gingen gewoon serieus staan klappen. Gewoon luid applaudisseren. Deze gozerie begon vervolgens echt een soort tirade. Fucking shit company again. Als je bekend bent met het concept van Thrifty en je besluit nog een keer daar te boeken, dan heb je het toch wel een beetje verdiend. Nou, uiteindelijk is het ons gelukt. Daar hebben we een huurauto. Hij lijkt op beeld nog wel oké, maar het is echt een speelgoed ding. Vandaag gingen we naar de Eastern State Penitentiary gevangenis in Philadelphia. En deze gevangenis ging als eerste aan de slag met het systeem waarbij je als gevangene compleet geïsoleerd zat. Ik zat er niet eens daglicht. 23 van de 24 uur zat je alleen in je super comfortabele cel. En dat laatste uurtje mocht je wel even naar buiten in een soort privétuin. Als je verplaatst werd in de gevangenis, bijvoorbeeld naar de kapper of naar de dokter, deden ze dat met een zak om je hoofd, zodat je geen andere gevangenen zag en de andere gevangenen jou niet zagen. En ze deden dit niet eens per se om mensen te martelen. Ze dachten oprecht dat het een goed systeem was voor mensen om een soort van na te denken over hun zonde en zo de maatschappij weer in te kunnen. Dat wisten we toen nog schokkend weinig over ons brein eigenlijk, hè? Het kon er in de zomer dus wel eens zo warm worden dat die gasten in die cel echt helemaal verbranden waren. En dan gooiden ze dus emmers water over de grond heen. Want dan werd de cel kouder. Alleen, er lag dus zoveel sperma op de grond dat er een hele orme spermasoep ontstaat. Die gasten hadden natuurlijk de hele dag niks anders te doen. Ja, eigenlijk is het natuurlijk best treurig. Maar goed, aan de andere kant verschilt het waarschijnlijk ook niet heel veel van jouw kamer. En na ons verblijf in het historierijke, maar door de smog toch wel iets wat uitgestorven Philadelphia, was het tijd voor een nieuw avontuur met de Thriftymobiel. We gaan een rit van 6 uur maken naar onze volgende tussenstop, namelijk Boston. My wing's broken. No, it's okay. It looks okay. Holy shit, je ziet het niet meer. Maar je moet echt oppassen, jullie zijn altijd echt zo debiel. Ik doe er niet debiel. Jongens, dit komt er nu. Ik zit hier achterin. Ik ja, doe jij, jullie allebei, jongen. Ik doe helemaal niks mee te maken, jongen. Hij gaat in de ankers en ik rem hem zo laat mogelijk om ruimte te geven. Wat moet ik anders? Die twee mensen achter ons krallen vol op elkaar. Bij ons scheelt echt zo'n klein stukje, ja. Holy shit. Ik heb hem echt op een centimeter erop gerend. Dit was echt gek bij de hemel, ik weet niet wat ik anders zou moeten doen. The American Dream, lekker toeren door Amerika. Als hij op de Thrifty-mobiel was geklapt, hadden we zeker allemaal overleefd. Geweest. Ik dacht ook dat hij hier achterop was. Ja. Oh, dit was ook zo'n zielige opa. Ja, het was zo. Bruh. What the fuck is dit, ouwe? Dit is niet helemaal hard, jongen. Ah, joh, wat een hier. Laat is het, ik heb mijn telefoon niet meer. 3 uur, zit er niet in de nacht. Ik was zo tering, ik schrik me zo fucking hard wakker. Ja, het slaat echt nergens op. Is die brandweer nou voor ons? Nee, joh. Is die brandweer voor ons? What the fuck, jongen. Ben je wat raarder? Is dat iedereen die op straat staat of dat ik sta te vloggen hier? We hebben niet echt haast, dus waarschijnlijk is er niet echt heel veel aan de hand als je het zo ziet. Zoals iemand hier heeft stiekem een sigaretje gerookt. Bruh. Whenever there's a problem.
Dan gaan jullie toch wel een pak aan of zo, joh. Oh, ze gaan gewoon weg. Ze krijgen een serieuze melding krijgen. Tot zover onze nachtrust. Ja, dat was eigenlijk extra zielig voor Ezzy. Want door een foutje in de boeking hadden we eigenlijk niet genoeg slaapplek voor iedereen. En dus moest hij op de leuning van de bank gaan liggen. Precies 2 meter onder dat alarm. En dat allemaal omdat er bij de Shake Shack naast ons een loze melding was. Ze hebben dus echt ziek veel stranden in Boston. Alleen er is echt geen hond. Terwijl het gewoon zondig is vandaag. Dat valt me dan toch wel weer op, weet je wel. Dat zou misschien kunnen komen omdat als je in het water loopt, je deze enorme vieze kleibonk doorheen moet. Gadverdamme. Ja, dat... Doe je even 100 euro je hoofd erin? Ja, je gezicht erin. Ja, doei. Ja! Hij glijdt heel ver. Maar dan krijgen we Romke. Of hoe heet die? Epke. Epke. Familie van Romke, ja. Je zakt hier echt. Je zakt hier serieus 40 centimeter die klei in. En dan kom je ondertussen gewoon allerlei shit tegen. Van de afgelopen 180 jaar aan erosie. Die snor. Oh ja, weet je nog dat ik jullie eerder in deze video aanraadde om je altijd goed in te smeren? De Hollanders zijn weer op pad. De Hollanders. Leendert. Leendert. Zonder chat. Ja, er zit ook nog een stukje jeugdigheid, hè. Mensen, inmiddels zijn we het land wat meer ingetrokken en wat meer omhoog gereden. We zijn nu in de staat Maine. Dit is ons huis voor de komende 3 dagen. Ik vind het echt geweldig. Ken je dat verhaal van het gele huis met die blauwe auto? Ja, het is echt prachtig. Dit huis stinkt ook gewoon een oud huis. Oud huis. Oh, meth lab. Gat, voor het stinkt hier ook naar oude dooie mensen. Ja, dit is wel mooi. Dit is toch geweldig. Kijk, nou, dit is een boomhutje uit de 1700ste eeuw. Kijk hier, op. Hoekie. Hoekie. Dit is zo'n darter voor Mongols. Hij heeft hem geraakt. Ja, die heb je gewoon opgehangen, deze. Wat ben je nou aan het doen? De deur gaat niet meer open. Hoezo gaat de deur niet meer open? Hey, trek die hele deur echt acid get out ben je aan het doen nou. Kijk daar. Nou, heb je mijn kamer al gezien? Ik heb geen gordijnen. Eerlijk, dit huisje is echt f***ing leuk en we zitten er gewoon nog 3 dagen. Vandaag leek het mij een goed idee om iedereen mee te nemen op een hike. En wel een hike die staat in de lijst van Terrifying 25. Dus de meest terrifying hikes van de White Mountains. Het is al vrij terrifying, hè, dat je gewoon over zo'n enorme rivier heen moet springen. Kijk uit hoor, het is echt terrifying. Ja, hier kon ik nog wel een beetje sarcastisch doen, maar al vrij snel werd het best taai. Dit is echt traplopen, zowat gewoon komt. Het is bizar hoeveel hoogte je wint in korte tijd. Tot de ergernis van de rest. Wist je niet dat dit hiken was? Bruh. Ja, jij liet filmpjes zien, toen was het echt super vlak. Familie Holland is helemaal gesloten. We kunnen niet meer, we zitten echt op een kwartpas of zo. Mensen, wat een avonturierlijk trapje hebben we hier te pakken. Zeg, zo, daar gaan we meteen. Wow, dit trapje. Als je op je muil gaat, dan ga je hartstikke dood, man. Hey, jij gaat met dat ene camera. Ja, ik leef voor de vlog. Dit is echt gewoon, je zit helemaal nergens aan vast, man. Dit is best gevaarlijk. Dit is toch bizar? De wonderen van de natuur. En zie je ze een beetje klaar mee. Zo zijn het. Heel je hart en ziel gegeven, maar dan heb je ook wat. Het gaat niet meer. Hij is er helemaal klaar mee. Daar staat onze auto geparkeerd. We moeten er helemaal terug. Holy shit. Ja, oké. Dat liep iets minder gezellig af dan dat op beeld leek. Eenmaal op de top realiseerden we sowieso dat deze hike misschien net iets te moeilijk voor ons was. Dat bleek ook uit het feit dat we geen water meer hadden toen we eigenlijk net op de terugweg begonnen. Maar goed, we waren bijna beneden. We hadden een moeilijke afdaling gehad. We zaten op 0,8 van de 2 mijl hoogte. Tot iemand de legendarische woorden sprak. Wie heeft eigenlijk de tas? Die tas die we al de hele tijd bij ons hadden. Nou, toen bleek dus dat die nog op de top stond. Griep. En wat zat er dan in die tas? Nou ja, AirPods, portemonnee, kan nog, maar ook het paspoort van mijn broertje. En we moeten vandaag naar Canada, we moeten sowieso voor een paar dagen terugvliegen. En toen begon de paniek wel een beetje toe te slaan, want we wilden dat ding echt heel graag die dag nog terug hebben. Dus we besloten op te splitsen in 2 teams. Ik ging met je hier weer terug helemaal omhoog. Echt heel veel zin in. Nou, daar gaan we weer. Nee, ga jij redden? Met je AirPods in je tas. Jongen, raad je hoor. En Essie en mijn pa gingen juist naar beneden omrijden met de auto, omdat er aan de andere kant een tram omhoog ging. Wij zagen die tram ook toen we op de top waren. Alleen dan waren we helemaal aan de andere kant van de berg beneden, dus daar hadden we dus niks aan. Het nadeel was dat de laatste tram in 1,5 uur ging en we moesten die hele fucking klim opnieuw doen. Dus wij hebben gehaast als gekken. Dat zuurstofverschil, dat gaat heel snel. Als je natuurlijk omhoog gaat, wordt het steeds minder. Dat is best wel gevaarlijk, maar we moesten door. Nou, uiteindelijk compleet gesloopt komen we daar bovenaan.
tas staat er nog. Echt heel chill. Maar toen was het al 4:15 en de laatste tram ging dus om 5:00. En wij gingen als gekken zoeken waar het tramhaltetje was. Want er was gewoon helemaal niemand op die top. Totdat we eens een soort zijpaadje vonden vanaf precies het punt waar die tas lag. Waar je met die tram naar beneden kon. We waren heel blij dat we het gevonden hadden. Maar daar stond ook gewoon fucking veel personeel en zo. Dus we hadden ook best kunnen bellen van, kan iemand die tas naar beneden mee terugnemen? Levensgevaarlijke actie. Maar uiteindelijk waren we net op tijd terug om gewoon met die tram naar beneden te gaan. Want helemaal terug naar beneden hike hadden we nooit meer gered. Had echt kut geweest als we die gemist hadden. Want het begint richting 7:00 gewoon te schemeren. En als je daar in het donker in dat bos loopt, dan kom je sowieso nooit meer thuis. In de paniek van dat we die tas daar hadden laten staan, hebben we een paar domme dingen gedaan. Maar we hebben wel een zeer leuk avontuur gehad. Die we niet snel gaan vergeten, denk ik. We wilden vandaag eigenlijk als echte Formule 1 fan meteen naar FP1 gaan. Maar zoals je hoort, is het al begonnen. Wacht. Volgens mij, nee, als je nog één keer even goed luistert, ja, dan hoor je dat het FP2 is dat al begonnen is. We gingen om 12:00 van huis weg. Inmiddels is het over 4:30. Meer dan 4,5 uur hebben we erover gedaan met allerlei omwegen. Verkeerde metro's, verkeerde kaartjes. Nergens kunnen parkeren in de hele stad niet. Echt een debiele chaos, maar we zijn net op tijd om een klein stukje van FP2 mee te pikken. Ja, wat ik hier nog niet wist, is dat FP1 maar 10 minuten geduurd heeft. Omdat er een probleem was met de lokale CCTV. Dus eigenlijk had ik helemaal niks gemist. En duurde FP2 juist een 30 minuten langer. Het zijn wel schitterende plekken, mensen. Het is wel een klein beetje krap hier in Canada. Thuis hoop je altijd dat het gaat regenen. Maar hier in mijn shirtje heb ik toch liever van niet. Vluchten voor de regen, vluchten. Het is helemaal niet leuk dit. Dit is helemaal niet leuk. Fucking hell. Ik hoop maar dat het morgen beter weer wordt. Nou, het gaat net. Maar het komt vooral door het nieuwe kekke hoedje wat ik heb gekocht. Maar zoals je ziet, de regen zou toch wel weer kunnen komen. Zit op de Lance Stroll tribune, dus uitzinnige fans hier van Lance Stroll. That is cash, boy ain't got no talent cash. Moet je nou eens kijken wat ze balen dat dit gebeurd is. Q2, Albon op 1 en Perez en Leclerc wederop eruit. Stroll ook out. Mijn maatje Stroll. En het gaat er ook niet minder op regenen. Zieke spray, dit is het natste van vandaag, joh. Daar is met een poncho. Dat het zo hard bijregen, dat de kans dat er maar één keer gereden wordt, de eerste lap dan de snelste. Alonso is snel. Laatste chicane. Clean. Alonso. Zal hij het doen? Ik zal het toch niet. Hij gaat naar. 2. Ze kappen ermee. Dat betekent dat Hulkenberg op 2 staat. Hoe is het mogelijk, man? En de Canadian Grand Prix is... Alonso, wat doe je nou, jongen? Ongeluk en barst ingemaakt. Heel hard rechterachter weer om naar de Getver. Ik kom aan. Ineens rijdt hij weer, ik dacht, alles is verrot. Ja, in deze race zag je al snel dat Max comfortabel ging winnen, maar vooral die strijd achter Albon en die DRS-trein was erg spannend. Mensen die een care niet echt moeilijk zijn. Laat iets nakken. Vette loot. Al met al denk ik een mooie racie. Ik ben ondertussen nu naar 5 Grand Prix geweest en Max heeft ze alle 5 gewonnen. We zitten nu dus in een buitenwijkje in Montreal. In echt zo'n typische woonwijk. Het zou echt dat plekje kunnen zijn waar ze bij Rocket Power wonen, weet je wel. Maar het is dus gewoon een Airbnb, maar... Sorry, ik moet even wat zachter praten om iedereen slapen. Het is ook gewoon dat huis van die vrouw. Want... Is dat... Dit hebben wij niet gekocht in één dag. Dat is toch gek? Die dag gewoon, ik ga even cashen tijdens de Grand Prix. Door mijn huis erop te zetten een weekend. Maar het was maar $500 voor 4 dagen. Dat is dan ook alweer eigenlijk niet genoeg. Waardoor je misschien gaat twijfelen van, weet je überhaupt wel dat dit nu speelt? En op zich is het nog helemaal niet zo gek natuurlijk. Want Airbnb is officieel begonnen als een site waarop je je eigen huis kon verhuren. Op het moment dat je hem zelf even niet gebruikte. Maar ergens voelt het toch een beetje gek om in andermans tering zo te zitten. Holy fucking shit. Dit is gewoon echt oprecht een fap. Komt er een walm vanaf? Stel je ma zegt ineens tegen je. Je weet dat we dit weekend bij oma slapen, want we vuren ons huis. En je realiseert ineens dat je je fapdoekjes niet hebt opgeruimd. Fok jou, ouwe. Ik vind het lekker. Nou mensen, dit is dan officieel het einde van project Snor. We zijn 14 dagen verder. Ik zie er echt absoluut niet uit. Ik had niet echt een verwachtingspatroon of zo, maar ik verwachtte toch wel een klein beetje mannelijkheid. Maar het is meer een klein beetje maagdelijkheid geworden. Het is ook echt heel rood, zie je dat? Zorg dat je snor altijd chachi is.
Ja, dat ben ik weer. Ik zie meteen weer 10 jaar jonger uit. En dat moet ook wel, want het normale leven gaat weer van start. En dan wel echt nu. Ik ben op dit moment al 24 uur wakker. Ik begin helemaal te tollen. Maar ik moet eigenlijk nu meteen weer weg, omdat we zo bankzittersopnames hebben. Raad de! En wat we deze keer gaan raden, ga ik natuurlijk niet verklappen. Ik kijk echt niet best. Jee, ik kijk echt niet best in mijn ogen. Holy shit. What the fuck, ik lijk op Justin Bieber nu. Oh, niet in zijn goede jaren, laten we zeggen. Ik kan niet zo goed tegen weinig slaap. Maar goed, we gaan er weer een mooie opnamedag van maken. Dus mensen, dikke vette knoppies. Ik sla echt wartaal uit. Ik zie er wel echt een stuk beter uit dan ik de afgelopen 2 weken heb gedaan. Want liep ik daar als een zwerver rond. Maar ik heb echt genoten, mensen, van de vakantie. Even 2 weken compleet aan het normale leven. Ik heb echt geen idee waarom ik Jaap gezegd van ik kom wel naar die opname. Ik had echt beter kunnen zeggen, nee, ik ga even bij slapen. Maar goed. Het is bizar hoe snel onkruid groeit in de zomer. Dat is echt niet normaal. Voordat ik wegging, was het gewoon nog helemaal clean. Wil jullie trouwens het verhaal horen achter die super mooie tuinset? Ik had dus in een andere video ooit de opdracht gekregen van een kijker van koop het duurste item wat je kan vinden bij de Action. Dus ik was ergens de Action ingelopen en zocht naar het duurste item. En dat was dus deze tuinset van 200 euro. Kom leren, wie is dit zeg? Voor een tuinset volgens mij echt bizar weinig is. Maar op een of andere manier heeft hij de video niet gehaald. Dus en ik ben 200 euro kwijt. En ik zit nog erger opgeschreven met een lelijke tuinset. En als ik mensen heb die hier komen, die denken dan dus dat je serieus die tuinset hebt gekocht omdat je hem mooi vindt. Holy shit, ik zat toch zweren dat ik alleen thuis was. Nou, hij zit. Beste investering uit mijn leven, de tyfus, hè. Even naar de Action, lekker chill, joh. Voor me stond een chick die kocht 22 toolpacks Red Bull. Die waren de aanbieding, denk ik. Mensen, ik heb bijna niet geslapen. Ik heb een jetlag van hier te Tokio. Maar vandaag hebben we wel opnames voor de clip van Offline beschikbaar. Waar jullie al een kleine sneak peek van hebben gezien. Milo, kun jij even vertellen wat we gaan doen vandaag? Ik ben van die kutvlog voor jou. Ik ga niet op een dag waarin ik moet focussen op een clip. Mijn lenen voor jou. Ja, maar ik heb 1 minuut vlog nodig. Ik wil even laten Boeit zien. Mij niet. Ik wil even laten zien aan de mensen hoe deze dag eruit ziet. Hey Milo. Ja? Wanneer word jij gestaald? Ja, we zien. Heeft een jeans en een wit shirt. Heeft een jeans? Waarom gaan wij leuk doen voor die kutvlog van hem? Hoezo? Dit is gewoon hoe jullie altijd zijn, toch? Nee, normaal ben ik veel minder dik. Lekker bumper, ja dat doe ik best wel vaak. Lekker bumper. Wisten jullie mensen dat hier voor het eerst in 60 jaar de penisplant is gegroeid? Die lijkt zo op een dollo als ze gewoon hem de penisplant noemen. Hij zat al onder de space van net. Heb jij dat? Ik heb hem gepuit. Ja, laat het er maar eens in. Ja hoor, tja, fucking po. Ja, en over muziek gesproken. Een tijdje geleden hebben Koen en ik zo'n 3 demo's gemaakt van opzetjes van nummers. Waarvan we er eentje hebben uitgewerkt met bankzitters. Die heb je al een beetje kunnen horen in deze video en zien. En die andere 2, die zijn volgens mij nog nooit getoond. En die wil ik toch even laten horen. En jullie moeten even eerlijk zeggen wat jullie ervan vinden. En echt eerlijk. Jij bent de zon van de beatclub. In de zomer kom ik terug en als het dit jaar niet lukt, niet lukt, ga ik nog steeds naar deze kus. Je bent de zoon van de Beach Club. Nu ik erover nadenk, deze heeft Russo ook al eens een video ooit gedaan. Abonneer even op Russo, want hij heeft ook een kanaal. In de zon bij de Beach Club, jij de bediende, bestel weer een drankje, het is om 10:00. Beach Club, mensen uitbrengen of niet? De volgende is iets meer dubieus. Ik ging graag naar Parijs, het gemis is te groot. Dus ga nu maar naar Spanje of naar Schiermonnikoog. Ik wil nooit meer naar Parijs. Ik wil nooit meer naar Parijs. Doe mij maar Lille of Barcelona. Ik vergeet je niet zomaar. Hij heeft wel iets cools, maar eerlijke mening mensen. Mensen, we zitten nu op het punt dat mijn leven weer zijn normale vorm begint aan te nemen. En dat houdt in dat ik eigenlijk elke dag heel saai aan het werk ben. Maar ik heb nu even een paar uurtjes over. En voor mijn andere video, mijn meest recente video, wilde ik ook leren piano spelen. Alleen die is het uiteindelijk niet geworden in de video. Maar ik heb hem hier nog wel gewoon staan in de doos. Met de klantenservice van Coolblue. Waarmee kan ik u helpen? Uw stiefzus zit vast in het droog. Wat komt hier een oerlelijk geluid uit. Ik heb dus nog nooit piano gespeeld. Alleen gitaar toen ik jonger was. Mensen die dit nummertje herkennen, die hebben nu wel door dat ik een absolute beta beeld ben. Dat dit het eerste nummer is wat ik speel. Ik had ook Gangsta's Paradise kunnen pianoen. Misschien kan ik dit beter in de winter doen en met dit weer gewoon aan het strand gaan liggen. Het is namelijk 30 graden. Jongen.
Jongens, ik heb zeer tragisch nieuws. Het is echt heel tragisch wat hier gebeurd is. Ik ben namelijk een op mezelf wonende man. En dat soort type mannen zijn precies de mannen die op vakantie gaan 2 weken of zelfs iets langer nog. En dan vergeten iemand te bellen van wil je misschien even de bloemetjes water geven terwijl ik weg ben. En met de ontiegelijke warmte en droogte die hier is geweest de afgelopen 2 weken in Nederland, dan kun je ervan uitgaan dat ze het niet gaan redden. Deze plant had ik namelijk op zolder gezet hier. Als soort van achtergrond van mijn jongleer video. Want dan fleurde ik het een beetje op. Maar ik was vergeten dat hij daar stond. En het is daar natuurlijk ook de heetste plek van het hele huis. Want het is ja. Dus de volgende beelden kunnen schokkend zijn. Nou, ik heb zo gefaald. Het doet me echt pijn dat dit gebeurd is. Die plant lijkt nu echt op een oude vent die vroeger mooi haar had, maar niet kan toegeven dat je op je 104e geen lang haar meer kan hebben. En dan hou je dit over. Het is echt één grote mislukking, ben ik, jongen. Vandaag zie ik er een beetje verstrooid uit. Het komt omdat ik echt extreem vroeg op moest staan en daarom niet zo lang heb geslapen. Als een YouTuber zegt extreem vroeg, dan weet je het wel inderdaad. Valt eigenlijk best mee. Maar er komt zo iemand langs om mijn badkamer te bekijken. Want zoals jullie weten, heb ik misschien wel de allerlelijkste badkamer van Nederland. Dus niet alleen die tegels, weet je wel. Die echt, mogelijk zijn. Ook gewoon de douchecel. Het is allemaal echt hele gammele oude shit. Nou ja, dit huis is in 2016 gebouwd. Dus ik vraag me echt af hoe ze het zo erg hebben kunnen verneuken. Wie heeft er nou nog zo'n waskool? Maar ik krijg dus een nieuwe badkamer en die heb ik al laten samenstellen. En die ziet er zo uit. Ja, ik vind het echt heerlijk. Eigenlijk sinds ik hier woon, kijk ik er al naar uit om een nieuwe badkamer te hebben. Ja, dit is de 3D tekening van hoe het er over uit gaat zien. Zie je dat bad helemaal tegen het einde van de muur? Douche, een spiegel en gewoon een wastafeltje. Niet heel groot meubel ook hoor. Klein kommetje. Rini, dankjewel. Zo van boven. Mooi man, dat bad is zo heerlijk gaat het zijn. In Castle de Hus had ik een heel groot bad, maar die had ik hier dus niet meer. Maar ik kijk er echt naar uit om er weer een te hebben. En mijn snoemswekker gaat nog af. Oké, groot nieuws vandaag. Het heeft even geduurd, maar de Canadian smog reaches Europe. Er zijn ook Europese steden die smog hebben. Als ik even zo naar buiten kijk, zie ik vooral regen. Ik besef me nu nogmaals 3 weken later pas hoe bizar het eigenlijk is dat we daar precies in zaten. Ik ben hem ook toevallig nu aan het editen, maar voor deze dag is 1 minuut echt heel erg weinig. Can you find Colgate clock? Ja, dat is zo erg. Nee. Heb je niet van niet? Heb ik nou een woord verwerkt? Nee, teringlaai, hoezo? Can you find Colgate clock? Hier staan instructies. Dit grapje was al niet heel leuk en nu wordt het helemaal verneukt. Mensen, ik weet niet wat er meer troebel is. De lucht of het water dat hij net heeft gekregen. Dit kan je toch niet iemand schenken, jongen. En om 2:30 blieft hij zijn laatste adem uit. Oh, de ramen waren gewoon vies. Als ze die even schoonmaakt, dan... Ik ben iets kwijt. En dat vind ik best wel jammer. In 2017 behaalde ik 500.000 abonnees. Tijdens de opnames van Get Owned. Wat een soort van project was waar ik destijds best veel voor betaald kreeg. En om dat te vieren dacht ik, ik ga een keer gek doen. Ik ga naar de schapencitroen. En ik kocht een gloednieuwe Taak Oyer. Voor jullie overigens wel bekend als de Psycho Horloge. Het Psycho Horloge van Matty. Wat dus geen Psycho was, maar Koen vond het leuk om dat te memen. Inmiddels draag ik hem al een paar jaar niet meer. En inmiddels weet ik ook ongeveer 48 uur niet eens meer waar die is. Want ik dacht altijd dat hij in mijn kast lag. Maar blijkbaar niet. Ik kon alleen de dood nog vinden. En nu ben ik dus dat horloge kwijt. En die kost me toch wel 2000 euro. En dat vind ik wel zonde. Ik wilde hem namelijk cadeau doen aan iemand anders. En wat ik nu dus probeer is punten te vinden in history waar hij er zeker nog wel was. Zodat ik uit kan sluiten wie hij wel of niet gejat kan hebben. Nou waren Koen en Robbie voor een video in mijn huis. En die waren in deze kast waar hij in mijn herinnering lag. En ik probeer nu zo door middel van wat editing te kijken of het duidelijk wordt dat hij hier ligt of zo. Maar ja, dit is een paar maanden terug en ik kan niet zeker weten of hij hier was. En ik ben heel bang dat ik hem dus nooit meer terug ga vinden. Waar ik oprecht wel van baal. Ik denk dat Koen en Robbie de opbrengst hebben gesplit. Mensen, ik ben in een zeldzame staat van ontbinding. Het was een goed idee van bankzitters om 2 dagen achter elkaar een eetvideo op te nemen. En de derde dag gingen we een drinkvideo doen. Waarin we heel veel gingen alcohol drinken. En nu ben ik echt helemaal regetverd. Het is 11 uur 's avonds. Ik kreeg net een update dat Koen gekotst heeft. Hij heeft er Audi A4 voor gekotst. En de Uber is boos. Bro, de Uber is zo boos. Heel zijn raam onder de kots. Hoe stuurt echt zinnige tekst in de chat? Grote ruzie. Grote ruzie zit hier ook. Maar waar denk je aan dan? Waar ik aan denk? Ja? Ik had mij sowieso voor zo. Ik had mij sowieso 80 euro, 90 euro kosten. Voor mezelf ook. Oké. Voor prijzen, zeg maar. Hij doet gelijk uitgestapt. Ik heb hey, kom gaan tot regen om je alleen op man te halen. Ja, dus is uitgestapt, is die weggegaan. Mag ik dan ook even een fotootje van het bewijs? Dat ik dat, nou ja. Nee, dat weet ik, maar ik kan...
Mensen, ik heb zo bizar veel last van mijn kater. Dat zou je haast niet verwachten. Als je ziet in welke staat ik gisteren was. Bruh. Uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon het allerbelangrijkste, dat je gewoon plezier hebt. Met dit werk wat ik doe maak je echt vage shit mee. En dat maakt het zo prachtig. En daarmee is ook dit probeersel van een video voorbij. Ik vond het wel leuk om te doen. Elke dag zoeken naar content, dat lijkt me echt zwaar vermoeiend. Ik zou ook nooit vlogger willen worden. Maar goed, dit was één maand in mijn leven. Jammer dat je soms grapjes moet wegknippen die je normaal niet zou wegknippen om dan die minuut maar te halen. Mensen weten niet dat hij anderhalf uur aan het zoeken is. Maar abonneer vooral mensen, want ik heb bijna die 1 miljoen subs. Dat zou toch ziek zijn als ik het zou halen? Deze loser! Jongen, jullie zitten te miepen. Die NPC-oma's staan hier ook, man. Die is nog onder 4. Hallo. Hallo. Als die het kunnen, Essie. Essie, zeg nou, als die dat ook kunnen. Dan gaan we het er niet opgeven. Wat is er gebeurd? Waarom is de ham leeg? Waar is de ham gebleven? Een salami. Onze laatste energiebron nog.